Hey, yo gamers van de Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe aflevering van Orcs Must Die. En jongens, vandaag gaan wij boekjes lezen, want vandaag gaan wij de library induiken. Dus even kijken, we zullen waarschijnlijk een of ander magisch boek krijgen ofzo. Dus even kijken, nee, we krijgen de Swinging Mage. Oh, die traps. Te OP, te OP, te OP. Oh god, kozen van twee kanten. Oh my god, dit gaat interessant worden. Oké, wat is dit nou? Fire Orc. Hard to kill, immune to fire, counts for 5 rift points. Oké, dus fire traps hebben we daar niet zo heel veel aan. Daarvoor moeten we dus die gebruiken, de Swinging Mage, denk ik. Oké, die is wel heel duur trouwens. Even kijken, ik heb dit nodig. Dan hebben we dit nodig. Dat nodig. En die boer ook natuurlijk, hebben we ook gewoon nodig. En dan lijkt het me handig als we ook nog wat... Nee, ik zag niet echt een springoptie, dus doen we dit. Sure, prima. Fine. Fine by me, dudes. Even kijken, hier is de rift. En daar komen ze uit. Oké, en daar komen ze uit. Fine, oké. Swinging Mage, wat houdt dat precies in? Dus even kijken, wat is dat precies allemaal, jongens? Dat kun je op het plafond plaatsen of zo. Oh ja, hier natuurlijk, logisch. Rift. Yes, it will be good. Even kijken, oké, goed. Plom, 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 plom. Ik heb die fire traps niet. Shit. Ik denk dat het echt heel veel verschil maakt, want die dingen zijn enorm duur. En dat is eigenlijk net zo goed als die dingen. Dus, fine, let's go, unleash the horde. Even kijken, oké, hier komen ze uit. Oké, is prima. Even kijken, goed. Komt u maar. Ik wens jullie heel veel succes. Moet ik het 10 rondes verslaan. Ik hoop alleen dat het niet te hard is. Want dat zal mijn dag erg verpesten. Ik hoop gewoon dat het een beetje makkelijk is. Niet te makkelijk natuurlijk. Maar het moet van gezonde formaten zijn natuurlijk. Dus wat dat betreft. Vriezen. Invriezen. Oké. Die snijpers doen wel heel veel damage. Dat is wel nice. Oké, ik moet even helen hoor. Ik weet het. Ik moet nou al helen. Ja. Oké, en helen. Oké. Kom eens nu uit, ze komen daaruit. Oké. Oh, dat is de mage die gaat. Oké. Denk snel. Ha, snel gedacht van mij. Hè? Spike trips, want het maakt ze langzamer, dus kan ik ze makkelijker killen. Dus dat zou een heel goed dingetje zijn. Daarom vind ik die spike traps ook op. En dat lava dingetje doet dat niet. Tenminste, als ik nou een upgrade kan, dan moet ik even kijken wat ik ga upgraden. Want ik vind die mage vind ik ook wel erg handig, denk ik. Even kijken. Zo, wel. Ik heb zojuist compleet groen met orks uitgeschakeld. Ik word steeds beter met dat vuurbelt dingetje. Ik vind dat gewoon nice. Zo, ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat ik daarmee heb. Ik heb er gewoon wat mee waar ik gewoon kennelijk fucking goed mee ben. Nou, het zal. Chop, slice en dice. Oké, goed. Ik denk dat we nog wat meer van die dingen neer moeten zetten. Laten we even verkopen. Oké, doen we die. En die. En dat is fine. Oké, waar komen ze uit? Hier? Nee, andere kant. Ook. Oh, ze komen ook uit die kant. Oh, oké. Dus even zien. Goed, dan hou ik mij bezig met die kant. Want ik heb daar al aardig wat traps. Alleen daar komen ze al uit. Oh, hier ook al. Wat? Wat? Komen ze hier ook uit? Oh nee, ze zijn hier nog maar. Oh, oké. Oké, allemaal dood. Allemaal de fik erin, oké. Holy shit, man. Wel, jij moet door zo'n mage knuppeltje worden geraakt natuurlijk, lijkt me logisch. Alleen hij miste. Heel goed, mage. Zien. Eens even zien, hè. Laten we gewoon één kant alleen wat traps gaan plaatsen. Is goed, is prima. Ja, just add orange in blend. Even kijken. Dit is prima. Dit is prima qua vallen. Oh, ze komen hieruit. Yes. Goed zo. Oh, klein. Of oh, riftmeuk dingetjes ook, hè. Riftrunners of zo. Hoe noemde ik die dingen ook alweer? Meuk of zoiets? Nou, ik weet niet meer. Ik had de naam van die dingen bedacht in een van de vorige afleveringen. Maar ik weet niet meer precies die dingen heten, maar het zal wel. Oké, jij dood. En jij. En nou, dat waren niet meer. Oké. Oh shit, ze komen hier nou. Dat is niet zo lief. Hup.
Hup. Allah, nekbar. Ik hak mij er een weg doorheen. Moet je zien hoe we dat doen hier als pro zijnde. Even kijken. Oké, nou gaan we even een valletje zetten. Dat moet natuurlijk even gedaan worden. Op dagelijkse basis. Even kijken. Ja, ik vind het prima. Ik vind het prima. Fine by me. Even kijken. Wat komt hier uit? Orks. Oké. Lekker logisch. Komt er anders uit. Behalve ogers en meuk en fire orks en al die zooi. Gaan we door. Van de poison en alles ga ik weer hier naar terug. Ik vind het wel handig dat alles een beetje dicht bij elkaar is. Dan heb je niet zoveel last van. Hup, branden. Hup, branden. Hoeveel heb je nodig voor dat vuurding? Oh, niet zo heel veel. Oké, dat is in ieder geval goed om te weten. Dat gaat toch gewoon dood, man. Serieus, ik heb geen zin in jullie hoofden. Shit, nee, ik ben dood. Wat? Nee, Ronald, snel. Actie ondernemen. Ah, fast, hè? Ja, ik wist jullie heel veel zijn. Woesh, woesh, vuur erin. Hup, ga gewoon dood, man. Jullie hebben geen kans. Geen kans, ik zeg het je. Even zien. Oh, de kanten verschillen dus inderdaad van elkaar. Oké, okay, dan is dan dat in ieder geval goed om te weten. Oh ja, ga shift voel je je slecht voor de orks? Nou, ik niet hoor. Ik verpulver ze gewoon. Ik kan me nog herinneren dat ik ze kon snipen door dat ingang dingetje heen van ze. Alleen kennelijk nou niet meer. Dat vind ik wel heel raar. Heel naaiend. Even zien, oké. Nou, branden. Weer een nieuwe wave. Brand ook maar. Jullie ook even zo. Huppakee. Oké dan. Wel, aan die andere kant zijn ze allemaal weer de dood. Daar hebben ze nog twee orkjes over. Niet meer. Oké, goed zo. Zullen we ronde 6, what the fuck. Super makkelijk. Nou, het zal wel. Ik blijf dit gewoon helemaal vol spammen met die dingen. Want het levert gewoon veel ja, geld en damage op. En dat is heel mooi. This will be good. Het tapijt van spikes. Yes. Oké, goed zo. Nou. Oh, fire orc. Oké. Okay. Twee fire orcs maar liefst. Oké, dat is iets. Het is vuur. Vuur moet je bestrijden met ijs. Jee. Daar kunnen ze niet tegen. Ik heb jullie zwakke plek, bitches. Dat heet logisch nadenken. Kom op, doe maar sterven. Oké, goed. Nee, geen riftrenners. Gaat niet gebeuren. Ha, ik instakill ze allemaal. Komt de groep orks erheen? Nee. Yes. Goed, nou moeten we nog even verder hiermee. Like that. En like this en this en this en this en this. Prima. Zo. So. Ik heb nog helemaal niks in die knuppeldingetjes gehad. Die meetjes die daar hangen. Maar dat zal wel aan mij liggen, denk ik. Of misschien gebruik ik ze niet goed. Ik weet het niet. Maar het zal wel. Nou, hup, ga door. Goed zo. Spike heeft toen nog wel ontiegelijk veel damage. Dat is nice. Hup, jij ook dood, jij ook, kom maar jongens, zo, hup. Is dit alleen een sniper wave? Two orcs must die, maakt het ietsje moeilijker voor mij. Dit is gewoon carnage, moet je zien wat ik met ze doe, dit is echt, gewoon, dit is schandelijk. Zo, ze raakt er een klein beetje door, eigenlijk niet, maar dat maakt niet uit. Ik heb ze weer helemaal teruggedrongen tot helemaal niks, dus wat dat betreft. Ik denk dat ik wel even oorlog en vrede kan lezen, nou ik hier zo zit. Een beetje internet, een beetje sniper, zo, dat gaat prima. Zo, weer een level gehaald. Oké. Okay. Even zien. Zullen we hier nog zo'n knuppeldingetje ophangen? Dat lijkt me wel goed om te doen. Ja, zo. Oké. Okay. En dan daar hangt er alleen. Oké, okay, prima. Het enige wat mij nu nog echt te doen staat, is deze hal compleet vol spammen met spikes. En dat doen we wel even. Kijk eens aan. Bijna helemaal gelukt. Good times, good times. Want kijk, weet je wat het is? Kijk, ze worden poisoned, dat doet damage. En vervolgens lopen ze over dat hele spike tapet. Dat doet alleen maar damage. Dus ze kunnen ook gewoon niet fatsoenlijk snel over dingen heen rennen. Nee, want ze hebben poison. Dus tegen de tijd dat ze over één heen zijn, hebben ze al twee keer damage van dat ding gehad, denk ik. Want ze zijn zo open. In het begin waren ze echt niet zo goed als dit. Dus
Spike traps zijn denk ik de OP'ste trap in de hele game. Moet je kijken, als je ze in groot aantal plaatst, moet je kijken. Ze vernietigen een compleet set met orses. Ik hoefde dit niet te doen. Ik hoefde ze niet te helpen. Maar toch is het gewoon, ja, ik weet niet wat het is. Ik denk dat ik dit wel even moet gaan doen, want ik heb werkelijk geen idee wat mij nu te wachten staat. Maar ik heb enorm veel geld gekregen, dus het zal wel voor iets bedoeld zijn. Meer traps natuurlijk. Dus even kijken, goed zo. Ik vind het wel raar dat ik dood ben gegaan. Ik let kennelijk niet op mijn health of zoiets. Het zal allemaal wel, maar... Oké. Okay. Laten we even zien. Mooi hoofdstuk trouwens van Oorlogs en Vrede. Ik zit zo'n beetje te lezen hier. Nee, oh, grapje. Oké dan. Snipe. Ik vind het wel jammer dat Orsmas daar straks ten einde is. Dat vind ik wel jammer. Dus ik ga wel sowieso rond de kerst misschien bezig met seizoen 2 van Orsmas daar. Moet ik even kijken. Misschien. Ja, ga jij maar eens even bevriezen. Jij ook even. Goed zo. Jongen, je moet hem bevriezen onder die knuppel. Dat zou echt zo cool zijn. Hup. Kaziwijlen. Trusten. Yes. I am the champion. Nou, hoeveel skills? Kom op. Minstens... Oh, verdorie. Ik wou zeggen minstens 3. Nou, het zal wel. In ieder geval, jongens. Bedankt voor het kijken. We hebben echt nog maar een paar levels te gaan. Wow, holy shit. Maar goed, bedankt voor het kijken allemaal. Tot volgende keer. Vergeet niet om een like achter te laten. En als je deze aflevering leuk vond, abonneer voor meer Orksmas daar. En volg me even op Twitter. @ShadowGames23. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij meer Orksmas daar. Dus ja, later mensen.